Maandagmorgen is er brand uitgebroken in een werkplaats voor scheepsonderdelen aan de Newtonweg in Spijkenisse. Een gasfles vatte de onbekende oorzaak vlam. Het bedrijfspand en het naastgelegen kantorencomplex moest tijdelijk worden ontruimd. Na een half uur lukte het om de gasfles uit te krijgen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.